Naast wie sta ik hier? Sukeyna El Mansouri. Je hebt ook gevochten vandaag, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja. Vertel me even. Nou, ik was tweede partij van de avond. Ik vecht nog jeugd en ik heb 3 rondes gedomineerd. Ja. Dus het was makkelijk of zo? Ik heb gewoon goed gevochten, zeg maar, eigenlijk. Technisch. Laat me vertellen wie was je tegenstander is. Noah Amelsbeek. Oké. Okay. Ja. En vertel, hoe was het? Hoe ging het? Nou, het ging goed, volgens plan. Afstand gevochten, in- en uitwerken. En derde ronde bijna eruit gehaald. Toen ging de bel, helaas. Maar ja. Dus ja. Je bent ook een veelbelovende naam toch in Groningen? Klopt, dat is waar. Ook in het Westen, eigenlijk. Ook al, ja. Zo. Hey. Nou, vertel, hoeveel partijen heb je gewonnen? Ik heb nu 21 of 22 gewonnen. Ja. Van de? Van de 26, 25, ja. Oké, okay. Dat gaat aardig. En ik hou het al een beetje in de gaten. Je kijkt ook naar iemand echt heel erg op. Ja. Als vechter, wie is dat? Georgina van der Linden. Oh, dat kan niet. Mijn broer. Zeg maar. Oké. Okay. Ja, ja, daar waren we. Ja, Georgina van der Linden, daar waren we. Ja, ja. Klopt. Klopt. Zij was hier ook vandaag. Was ze er ook? Ja. Oké. Dus je hoort ooit zo goed of nog beter te worden daar? Dat hoop ik wel. Beter of net zo goed? Net zo goed. Niet beter? Ja, dat kan ik toch niet zeggen? Tuurlijk wel. Zeg het gewoon. Ik wil toch beter? Zeker beter! Ja, ooit beter natuurlijk, ja. Oké. Okay. Nou, ik hoop je ooit gewoon nog hier vaak zien rond te komen. In de B-klasse, A-klasse, want ik weet, je bent een echte strijdster. Resser. Ja. Dus een warrior-resser. Dus misschien ga je vaak zien, neem ik aan, toch? Komt goed, zeker. Brassa. Oké. Hoe ging het? Ging lekker, man. Ging lekker. Ja? Ja, voor die laatste paar weken dat ik kon voorbereiden, is het lekker gegaan, man. Ja, het is onverwacht, hè? Ja, man. Het was onverwacht. Maar we hebben lekker gevochten, man. Ja, man. Breng ons een beetje stapje voor stapje even door je partijen. Ja. Wat moet ik zeggen? Eerste ronde ging gewoon lekker. Ik ging gewoon even tikken, kijken wat de tegenstander zou doen. Hij was ook gewoon een technisch vechter, heel beheerst. En zo kon ik ook gewoon, zeg maar, in mijn spel komen. Want hij was gewoon een goede tegenstander voor mij, man. Oké. Okay. Maar wat ik even moet zien, van, normaal heb je die bloedhond in je, toch? Ja. Ben je aan het jagen. Klopt, maar dit keer moest dat, man. Dat moest, ik mocht niet... te gretig zijn van mijn trainers, omdat wij, zeg maar, ook te horen hebben gekregen dat wij dat ik moest vechten, dus gingen we anders werken, man. Dus dat was de reden dat je even wat rustig was, ja, terug. Ja. Oké. Dit jaar nog een partij staan van? Ja, 7 december in Bremen. Moet ik daar, dat is mijn laatste partij voor dit jaar. En volgend jaar gaan we gewoon weer knallen. Dat is een nieuwe stap, buitenland. Ja, man. Ja. Succes en hoe noemen we dat iets ook weer? Hoe zeg je het ook weer? Gefeliciteerd, bro. Papien. Ja. Roos. Schrijver.